Een schuur in Crespijn is donderdagmiddag volledig uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4:15 achter een huis aan de Van Hoytemastraat. De brandweer was er snel bij, maar kon niet meer voorkomen dat de schuur, inclusief allerlei spullen, uitbrandde. Wel werd er een tweede schuur die in brand stond snel geblust. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is er een vermoeden dat de brand is aangestoken. Daar doet de politie nog onderzoek naar.